Wij herdenken vandaag 4 mei 2020, zoals elk jaar op deze datum, burgers en militairen die in het Koninkrijk, de Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. En daarbij denken we ook aan alle nabestaanden. Ook zij zijn slachtoffer, achtergebleven in verdriet. 75 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog heeft herdenking een andere vorm dan gebruikelijk. Het zal vanavond een herdenking in huiselijke kring zijn en deze herdenking zonder de volledige bezetting van de harmonie, zonder het hervormd kerkkoor, de scholen, het avondprogramma in het dorpshuis zult u pas achteraf zien. 75 jaar bevrijding is het thema van de herdenking dit jaar. En dat verandert niet, ook al voelen we ons de laatste maanden niet zo vrij. We kunnen ons niet bewegen zoals we normaal gewend zijn. Er zijn ons regels vanuit de overheid opgelegd. Niet vanuit een oorlogssituatie, maar om gezondheidsredenen. Een andere vijand, een virus. Maar toch leven we nog in vrijheid, al 75 jaar lang. We worden niet bedreigd door medemensen die ons met geweld aanvallen en willen onderdrukken of vermoorden. We hoeven niet te vechten, te vluchten of onder te duiken. We voelen ons misschien wel angstig, verdrietig of eenzaam. De meesten van ons hebben de oorlog niet meegemaakt. Maar mogelijk proeven we een heel klein beetje van de onvrijheid die zij tijdens de oorlog wel voelden. Voor hen die de oorlog wel meemaakten, roept deze tijd misschien herinneringen op, naast de herinneringen en angsten die er al waren. We denken in het bijzonder ook aan u. Maar toch, in vrijheid, al 75 jaar lang. Mede dankzij allen die destijds voor ons vochten, voor ons in verzet kwamen, stierven. Voor ons allemaal is dit het moment om daarbij stil te staan. De verhalen te lezen, de beelden steeds opnieuw te bekijken, zodat we niet vergeten en samen vreedzaam blijven vechten om dit te behouden. Morgen vieren we de vrijheid. Vandaag denken we aan die 5 jaar daarvoor. Herdenken we de slachtoffers. Ik neem u even mee in het vervolg van deze herdenking. Straks speelt Richard Hulshoff samen met Anne-Wil Oppelaar en Nicolan Melan het muziekstuk Lex van Erik Vloeimans voor u. Lex van Weren, een Joodse man uit Amsterdam, overleefde kamp Auschwitz mede dankzij zijn trompet. Daarna neemt wethouder Van Zomeren het woord, gevolgd door The Last Post, door Richard Hulshoff, gevolgd door 2 minuten stilte. Na het Wilhelmus worden de kransen gelegd namens het 4 en 5 mei comité en de Oranje Vereniging en namens de gemeente Neder-Betuwe. En we zijn heel dankbaar dat Roel van der Haten dit nog met ons kan en wil doen. We sluiten af met een gedicht. Wees samen stil, herdenk samen.
4 mei. Het betekent stil zijn met elkaar, zoals elk jaar. Wat de omstandigheden ook zijn. Samen herdenken wij. In dit bijzondere jaar de hele dag de vlag half stok. En we weten dat het vanavond om 8:00 twee minuten stil is. Stil voor al die slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en allen die na die tijd omkwamen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies. 2 minuten. Voor mij staan ze symbool voor hoe kostbaar en hoe kwetsbaar de vrede is en hoe kwetsbaar mensen zijn. Daarom is het onze plicht dat we blijven gedenken, wij die anno 2020 in vrijheid kunnen leven. Met bijbehorend respect mogen wij zeggen wat wij willen. Mogen wij het oneens zijn met elkaar. Mogen wij zijn wie wij willen zijn. En kunnen wij meestal gaan en staan waar wij willen. Wat een rijkdom is dat. Maar ook wat een verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. Want de fakkel van de vrede moeten wij samen hoog houden. Zodat al die mensen die wij vandaag gedenken niet vergeefs zijn gestorven. En morgen, op 5 mei, geef dan de vrijheid ruim baan. Vier de bevrijding met dankbaarheid en vreugde. Morgen en elke dag die mag volgen.
Lied van de vrijheid. Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd, is vrijheid. Kostbaar zaaigoed, maar geen recht. Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven. Zo vindt het zaad de ruimte van het leven. Want vrijheid is geen wildernis, geen vrijplaats voor geweld, maar zaad en woord, gezaaid, gehoord, een vruchtbaar, open veld. Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, niet aan een leider, macht of majesteit, maar aan de bron, het hart van ons geweten, de stem van God, de moeder van het leven. In vrijheid klinkt een lied dat zingt van wederzijds respect voor wie je bent. Gezien, gekend, als vrouw, als man, als mens. Dit is het einde van deze bijzondere herdenking in Ochten. Als comité 4 en 5 mei wensen we iedereen morgen een goede en bijzondere bevrijdingsdag toe met gehezen vlag in vrijheid.